Ik ben live. Hallo? Vandaag gaan we op avontuur. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Wow, een vliegend focusblikje. Wow, hoe kan dit? Wow. Dames en heren, goedenavond. We zijn vandaag in de camouflage. Spannend. En ik heb speciale... Hallo? Face ID doet het niet. Face ID. Doe, unlock die telefoon. Doe. Oh. Oh. Waarom doet hij het niet? Ja, hij doet het. Hij doet het, hij doet het. Handig, hè, dat Philips Hue. Zweem met de tierenlier, man.
Hallo iedereen, goedenavond. Vandaag gaan we uiteraard weer op het wild jagen. En dit kan alleen maar goed succesvol worden. Dat kan niet anders. Goedenavond Marlene de Haan, Bo, Diana, Moortje, Luc, Floris, Witte, Dun, Sen, Sandra. Goedenavond. Een zwevend gezicht, hoe eng is dat? Zal ik eens mijn greenscreen ding aanzetten? Wacht. Welke is dat? Oh, hier. Groen. Maar doet hij het niet? Oh. Wat? Huh? Hij doet het niet. Hij pakt het groene niet. Welkom bij de... Hoe eng is dit? Mijn hele tanden zijn zwart. Wat eng. Dat is heel eng. Goed. We zijn er, dames en heren. We zijn er. Even kijken. Hallo, Jasper, ben je er? Yo. Hallo? Hey, what's up, Kaak? Yo. Hallo. Yo. Hoe ready, bro? Ik ben ook helemaal ready, bro. Ik zit vol in mijn ghillie suit. Ja, ik zat naar je te kijken, bro. 32, hè? Echt. Wat? Echt verloren, bro. Niks. 32, oh ja. Gefeliciteerd nog, ook van mij in mijn hele chat, bro. Dankjewel, man. Ik moet wel een shout-out doen naar Enzo voor dit pak, want die heeft dit pak dus gekocht. Die heeft het aan me uitgeleend. Ik denk niet dat Enzo je shout-outs nog nodig heeft, bro. Gok ik zo. Ja, maar het is toch gewoon netjes? Ja, oké. Ik zie alles dus gewoon, hè, zo. Ik zie alles. Dat is ziek, toch? Ja, dat is wel ziek. Zo ziek. Ik vind het wel dik. Dit klopt niet. Wat? Niks. Wat is niet goed? Nou, mijn mods zijn aan het choken op welke game... Oké, maar wat... Wat wordt er vandaag gejaagd dan? Kangaroes, toch? I know it looks different than you remember. Waar? Is toch kangaroes? Ja, kangaroes of zo, maar ik weet even niet... Leighton District? Oké, wacht even. Mervelen Taiga National Park? Ja, ik hoor allemaal... Savannah waren we vorige keer? Ja, Central Savannah, daar waren we vorige keer. Mississippi Arcs? Oh, daar heb je... Ja, ik zou zeggen de Emerald Coast Australië, bro. Kangaroes. Hoe doe je dat? Select... Oh, moet ik even eentje starten of doe jij dat? Nee, dat doe jij. Wacht even nou, die kost €7,99. Ik dacht dat we alles al hadden. Eén iemand hoeft het maar te kopen, dus doe maar degene die het rijkst is. Jij. Van de koning. Nee, bro. Met streamen. Bro. Nee, jij, bro. Geef even die 8 euro uit, want ik weet niet hoe je die games host. Doe het nou gewoon even, bro. Doe even iets triest. Bro, jij bent de enige Ik doneer die 8 euro wel bij jou dadelijk. Ik doneer het. Jij bent de enige guy die kan zeggen, wie kan deze game voor mij kopen en binnen 1 minuut heb je het. Als ik dat doe, dan gaat iedereen keihard lachen, zegt ze, ik ga mijn community niet vragen om geld, bro. Ik ben niet triest. Nee? Oh, nou ik wel. Nee. Wie kan er even iemand 8 euro doneren, zodat ik die deal zie kan kopen? Ik betaal het wel. Stuur maar een tikkie. Nee, ik haal het nu! Oké. Okay. Hoe heet die shit? Ja, die... Hoe heet het? Ja, The Wild? Check niet of je iemand toevallig hebt, Milan. Oh ja. Het is die... David, waag het niet om mijn geld te geven. Bro, The Wild? En dan?
tyfus veel deelstations. Het is die Eurocoast. Emerald Coast. Emerald Coast. In bibliotheek heb ik al. Heb je al? Ja, goed. Zeker. Goed. Jij hebt echt alles gekocht. Ja. Hoezo heb ik dat niet dan? Heb jij echt alles al gehaald? Nee, weet ik veel. Ik heb die gewoon. Ik heb toch ook alles gekocht? Waarom heb ik dat dan niet? Maar is dat Savannah of hoe heet die map dan? Hij heet zoals de DLC heet, geloof ik. Ja, Emerald gewoon Coast. Emerald Coast. Emerald Coast. Maar Savannah kon ik wel, die had ik dan wel. Nee, David. Emerald Coast. Ja, ik heb hem. Australië. Ik heb hem. Bo, je mag me best geld geven, maar Bo, je weet toch. Niet als we erom vragen, bro. We vragen hier niet om geld. Ik ben geen Milan Knol, bro. Hoe zie ik eruit? Bro, ik heb gevraagd om geld. Ik heb het nog steeds niet. Dus weet niet. Ja, omdat al je kijkers 14 zijn of zo, gast. Oh, je krijgt ja, allemaal zakgeld. Gaan ze op jou strooien natuurlijk. Tuurlijk, gaan we zo bro. Doen. Maar hoe voelt het eigenlijk dat je 30 jaar ouder bent dan al je kijkers, bro? Ziek? Gaan we zo doen. Dat is goed, jongen. Dat is goed. Nou, iedereen even aan zijn of haar ouders vragen. Of je zessen... Nee, nee! Dat kan je niet doen. Nou. Gaat King Alert staat echt op uit de dood om een video te maken over ons dadelijk. Ja. Weet je wat dat voordeel is? Ik weet dat ze allemaal geen ouders hoeven te vragen, omdat ze oud genoeg zijn bij mij. Maar goed, oh, ja. Je kan me joinen. Jasper is er al, zie ik. Dankjewel, bro. Wat is papin? Oh, jij hebt hetzelfde pak aan wat ik nu in het echt aan heb. Dat meen je? Kijk nou. Oh, wat ziek. Wacht. Ik draai om. Hoe bedoel je? Oké. Draai om in-game. Oh, in-game. Ja? Oké, wacht. Ik doe even mijn pet goed. Waarom zie ik jullie niet online? Milan. Oké, je mag omdraaien. Zoek me. Ik voel me net een rapper nu met die flapjes. Oké, ja, ik ben er weer. Ja, oké, draai je om en zoek me. Ik denk dat je 27 meter verderop zit. Oh, je ziet me. Hier. Ja, wat denk je nou? Natuurlijk, ik zie je naam toch, jongen gast. Ja, dat is. Oké. Jongen. Die camera zit weer op autofocus, helemaal kut. Elke keer zie ik het wazig worden. Luc Scherbijn, dankjewel voor je superchat, of niet? Ja, superchat. Hij komt alleen niet aan. Hoe is het met de beste knol? Maar hij komt niet in beeld. Ik weet niet waarom. Maar dankjewel Luc Scherbijn voor die... Ik weet niet hoeveel het is. Staat er niet. De laatste keer dat King Alert live heb gezien was op YouTube, was hij Warzone aan het spelen. Man, wat was dat treurig. Dankjewel, zeg. Gast. Dankjewel. Man, niks. En zou ik nog graag iemand. Bij hem in de centen verdienen? Wow, half jaar lang, Gejan? Geen idee wat er gebeurt. Dankjewel. Goed, centen verdienen. Kangroes. Ja, man. Ja. Zo, het is heet in het pak en ze was niet aan het liegen. En ze zei, ja, het is wel heet in dat pak. Ja, god, het is een full-ass ghillie suit, gast. Ja. Hey, waarom heb jij een winterpak aan? Ja, een beetje dom. Ja, hoezo dom? Nou, hoezo dom? Het is een winterpak, gast. Zeg dat al, winter. Kijk eens naar buiten. Kijk eens hier naar boven, naar de zon. Oké, daar moeten we weer heen. Daar. Waar? Ik zie geen dingen. Moet je weer even op de map waypoint show. Ik deed dat ook alweer. We deden dat ook alweer. Multiplayer, ja. En dan, Show waypoint. Yeah. Nee. Oh ja. Oh, daarin. Oh ja, dat is goed. Vet, man. Maar ja, we gaan weer jagen. Dat is vet. Waarom is mijn mic zo? Ik heb er wel zin in, gast. Toch de komende anderhalf uur. Ja. Oh, ze heeft ook een Australisch accent. Hoor nou. Hoor je dat? Ik hoor helemaal niks. Nou, tegen mij zei ze... Don't forget to check your tracks, mate. You know what I mean? Nee, dat is Engels. Ja, dat was Brits. Kangaroo. Kangaroo, bro.
Ja, gozer. Rustig dan. Hoefkurk. Is er een kangoeroe hier nu al? Ja, ik zag sporen, bro. Relax, bro. Oh, vet, man. Ik wil... Weet je wat mij het vetst lijkt? Om gewoon een kangoeroe te vinden en dan die baby uit die buidel te schieten. Sorry? Gaat alles goed voor de rest? Dat lijkt me echt sick. Dat je dan die baby ziet hangen uit die buidel en dat je dan die baby dwars door het hoofd schiet en dat dan die kangoeroe wegrent, maar vergeet dat er een dode baby in de buidel zit. Vet. Kom op, we zijn jagers, man. Ik ruik bloed. Ja. Kom op. Oh, jij hebt een psychiater nodig, bro. Nee, dat is één ding dat zeker is, bro. We zitten gewoon in de mo. We zitten in de mo. De mo? Hier is dat, de mo. De mo. Je bent 32 geworden en ineens praat je over mo en zo? Ja, ik probeer met hoe noem je dat? Goed, ik probeer één te worden met jouw kijkers, Kaak. Met mijn kijkers? Ja. Iedereen in mijn chat spent vraagteken, bro, al een half uur lang. Dus ik weet niet... Maakt mij helemaal niet uit. Hoezo? Dat zeg je toch? Je zegt van, yo, dit is de mo. Ja, man, dit is echt de mo. Dat zeg je toch? Dat is toch gewoon hoe ze dat zeggen? Ik weet het ook niet, man. Ik, laat maar. Goed. Lisa, dankjewel voor de euro. Dankjewel, Lisa. Ik weet niet waarom het in beeld komt. Is het weer kapot, Tim? Vreselijk. Superchat ziet hem niet. Stream Elements wel. Ja, ik snap er ook weer helemaal niks van. Ik heb ze beide ook open, ja. Goed, we hebben de outpost geclaimd. Boys, lekker man. Yeah. Zo. Goed kogel hierin. Zo. Dat het niet ontplofte. Nee, het ontploft niet. Perfect. Oké, nou. Ah, Lisa, dankjewel. Hij kwam in beeld. Milan, 3 keer raden wat ik heb, gast. Aanbijen. Ook, maar ik heb kruidnoten gekocht, bro. Heb ik al lang. Maar heel cool. Heel vet. Dat waarom, is de mo. Dat is de mo. Bro, waarom moet jij mij altijd one-uppen, bro? Het is zo vervelend, bro. Ik zeg gewoon dat ik kruidnoten heb. Je kunt 2 dingen doen. Je kunt of als normaal human being kun je zeggen... Oh, lekker, bro. Nice. En het enige wat jij doet is je zegt... Heb ik ook? Of heb ik ooit al eens gegeten? Wat triest. Weet je nog de eerste keer dat jij het mij belde? Dat ik zei, jij zei, ik heb een nieuwe waggie gekocht. Dat ik zei, eigenlijk 3 jaar geleden al. Ja. Ja. Dat is toch treurig, bro? Nou, dat is hoe ik ben. Je moet gewoon opdonderen met je nieuwe dingen. Oh, ik ben over 3 maanden jarig. En dan zeg je, ja, ik was 3 maanden geleden al jarig. Ja, dat is okay. Toch ook... Dat is de, boeit mij die hele gesprek van die ik nu heb met jou. Vergeet ik morgen toch weer. Koude route, oprecht. Goed. Ja, joh, doe maar weer slachtofferrol. Ga maar huilen. Bro, alsof als één iemand goed is in slachtofferrol pakken, ben jij het, bro. Jij duikt in slachtofferrol altijd. Oh, hoor je dan hoe hij ik... nu zegt, jij, alleen maar aan het wijzen, jij. Hoe kom ik aan mijn ding? Aan mijn quad. Kom ik ook weer aan mijn quad? In je storage. Oh ja, storage. Storage. Quad. Hier, garage. Oh, garage. Hier zo, request. Wacht even, ik krijg subs gestrooid van iemand ouder dan 14. Wacht even. Ja. Wat zei je? Wat zei ik wat? Oh, ik moet even die kruidnoot uit het zakje proberen te halen. Waarom zit je te flexen met kruidnoot? Dat is de raarste shit ooit. Niemand doet dit. Niemand. Oké. Okay. Hey, let's go, man. Zin in. Kirk doet er ook alweer? Ik weet het niet meer. Wauw! Zo! Ik ben dood, of zo. Oh, bijna dood. Wat? Vrolijk gezicht. G.R. Thomas. Bro, Jasper is echt dat incapabele neefje dat per se mee moet van de ouders, bro. Familieweekend. Ik heb in real life ook zo'n neefje. En dan zei mijn moeder, ach, neem dat joch nou gewoon mee. Ja. Echt hinderlijk, bro. Bro, ik hoorde iets binnenkomen, maar ik zag niks. What the fuck kwam er binnen? Heel raar. Oké. Okay. Oh. Space.
Jasper, zullen we even tegen elkaar aan proberen te rijden? Ja hoor. Als ik weg mag rijden van jou, want ik kan niet, letterlijk niet rijden. Kan je nu niet rijden? Kan je nu niet rijden? Wat raar. Wat raar. Kan je, hoezo kan je nu niet rijden? Wat raar. Ik zit in jouw quad, bro. Oh. Laat me met rust. Wil je mee op mij? Wil je mee op mij? Ja, dat was wel het idee. Nou, top. Wat is dit? Waarom kan dit? Waarom kan ik ook niks? Hey. Nee, dek je open. Hey, later, hè? Oh, geniaal. Bro, luister dan. Ik heb hier 1200 man zitten en die wachten gewoon tot we wat gaan kletteren, bro. Wat zijn we nou aan het doen? Oh, je kan hier barbecuen. Milan, tief nou open. Wat? Stop, eigenlijk waar. Rij dan. Doe dan. Doe dan, rij dan. Oké, okay, goed. Yo, Tim Beukema, thanks voor het lid worden, bro. Dankjewel, Tim. Oké, zullen we nu echt op pad? Jij moet me even, jij moet me even leiden, Kaak. Ja, ze zeiden dus in mijn chat, uh-huh, dat je rechtsonder zaten dus bij dat meer hier, bij die waypoint. Daar moeten we echt heen. 1 kilometer, want daar zitten dus ook zoetwaterkrokodillen. Let's go. Onderweg. Ga maar naar mijn waypoint. Hey, mooie kleur, hou die auto daar. Ik zit er achter. Zo triest, zo triest. Kom nou. Yeah, let's get it. Welke map is dit? Hoe heet die map ook alweer? Emerald. Emerald Coast. Emerald Coast. Met spatie ga je trouwens harder. Rechts aan de kust. Moeten we helemaal hierheen? Aan de kust? Op. De Zeeuwse kust. Aan de kust. Kijk wat ik gemarkt heb, jongens. 5 kilometer. Daar moeten we heen. Nee, je lult. Ja, nee, het is echt een stretch. Maar dat is echt waar we heen moeten. Ja, ik hoop... Ja. Bam. Ja, dat is. Zit in jouw slipstream, bro. Nou, de spatie werkt echt inderdaad, dat je sneller gaat. Dank je voor het herhalen. De spatie ga je eraf, jongen, bal. Waarom staat er hier één, bro? Kut uit. Stop met lachen! Kutzooi. Wow. Later. Liefskind, bro. Oh, heerlijk. Ik druk zonder te twijfelen op spatie, bro. Triest. Ik word gewoon gecyberbullied, bro. Ja, Jasper, je moest hem eerst opgooien en dan daarna ik herhalen, anders werkt het niet. Ja, precies. Dit werkte perfect. Goed. Hij was effectief. Waarom slinger ik zo? Oh, rechts zie ik dieren. Rechts. Waar waren we? Hoe? Ik zie alleen... Oh, zuid. Ik zie jou groen! Ja, ik zie jou groen! Naast ons! Poppen. Ja, lekker man! Oh, ja. Wat doet hij? Lekker, poppen! Ja, zo! Wat doet hij? 9-9 de tering, chat! Nog één! Kijk uit! Oh, hij ligt! Jij hebt ook één! Oh, we hebben er allebei één, man. Dik. Lekker, bro. Achter je kaak, nog één. Ik ga poppen. Zo! Wacht, oh, daar wacht één, ja. Wachten. Zo, ze Miss. Klappen. Zo. Maar wat doet hij nou? Ja, hij redt pas af. Oh, hij gaat omvallen. Ja. Nou, er zijn 3 kangaroes. Klaar.
Partij van de Dieren, als jullie dit kijken, zeug me banaan. Oeh. Yo, Dima, hoe is het? Daantje, thanks voor die 1000. Yo, dik, man. We hebben gewoon nu al een kangaroo. We kunnen al stoppen met de video gewoon. Het stopt ja, met de live. We zijn al klaar, gast. 3 kangaroes. Je hebt die bij jou nog niet geclaimd, hè, Kaak? Waar ligt die dan? Nog? Ja, hier. Eerste nou, sub zelf betaald. ik ga hem kopen. Ik heb hem als trofee, ik kan hem in mijn huis zetten. Milan Tiefna oproept. Zo vervelend, hè? Stop! Stop. Oh. Yo, daar, bro, we moeten op krokodillen jagen. Die thanks voor die superchat 1 euro, man. Dankjewel, Sietse. Dankjewel. Hey, maar keep your eye out voor de real heroes, hè? Want misschien komen we ook nog olifanten tegen of zo. In Australië, bro? Zijn die er? Ja, tuurlijk, man. Die heb je toch overal, die beesten. Bro, zijn jullie beperkt? Weet ik niet, man. Spatie is harder gaan. Dat weet ik wel. Ja, ik zie nog een kangoeroe. Ja, hier, hier. Laat hem lopen. Ik kan hem dus goed aanrijden, man. Die beesten zijn dom. Rij hem gewoon aan. What the fuck? Kijk hem op. Hij staat rechtop. Oh, die is Mike Tyson. Hij trapt. Kijk uit. Ren, ren, ren. Wat? Hij gaat gewoon in de aanvalmodus. Bro, neuk hem. Hij is dood, hij is dood. What the fuck? Bro, ik vloog dan te hoog, bro. Ik ben half HP. Bro, wat? What the fuck? Oh mijn god. Stop. Oh, ja, thanks. Mijn gaat sneller, bro. Kan iemand het clippen, alsjeblieft? Jezus, bro. Maar daarna stond hij ook zo rechtop, hè? En toen begon die Jasper gewoon te hoeken. Hij ging vechten, man. Wat is er met mijn kwad aan de hand, bro? Dat ding heeft... Wow, die was gewoon Mike Tyson, bro. Links, ander dier. Ik weet niet wat het is. Volg mij. Dat is een capybara. Of hoe heet zo'n ding? Is het de capybara? Waar? Nee, toch? Pak hem. Krijg maar. Ik ben dood! Oh. Wat? Je bent dood. What the fuck? Bro, hoe ben ik dood, bro? Ik ben ook dood! Wat? What the fuck? Waar is hij dan? Ik ben ook dood! Oh, maar hoe dan? Wow. Bro, the fuck? En nu? Een feral goat. Hij is de goat. Je bent gekild door een goat? Door de goat. Wat heb ik zojuist gezien? Wat gebeurt hier allemaal? Yo, Hidde Scheerman. Thanks voor de 2,50 euro superchat. Wat een kutgame is het elkaar. Kangaroo. Oké, ik moet respawnen. Wow, ik zie witte beesten, bro. Ja, leuk voor je, bro. Wat zijn dit? Echt, jongen. Nou, Jasper, kom, we moeten weer opnieuw... ja, kwartje spannen. Oh, ah, wat? Zit al... Oh, die geiten die lopen je voor omver. Omver is echt een understatement, hè? Oh. ze lopen je ze gewoon dood. Ze maken je hoeren dood, bro. Oh. De eer, jullie zijn slecht. Altijd wachten op jullie. Oké. Wat voor, moeten die geit ook nog een keertje killen dan? Of is het een bok? Wat is het? Weet ik veel wat het is. In de chat, feral goat. Feral goat. Is dat een agressieve geit? Ja, een wilde geit. Is feral niet wild? Wat betekent feral? Ik ken wel Will. Will feral. Ja, ga gewoon naar mijn waypoint. Wij rijden... Je maakt echt een tering grap, hoor. Wat? Jasper, kom helpen als je... Wat is er? Ja, mijn kwad ligt op de kop, bro. Ik ben nog eens... Ja, weet ik het, gast? Oh, echt, wat... Zo, er zijn echt lijp veel kangaroes hier, man. Ja, bro, hoe fix ik dit?
Oh, ja, bijna. Ik recover hem wel, want dit doet echt wel heel... Ja, dit werkt niet. Remco, love. Gelukkig is die map niet zo tering groot. Oh mijn god, hé. Die steen ging het bij mij fout. Ja, spreek nou uit, jongen. Ja. Kijk, kom, we gaan naar de kust. 5 kilometer. Jongens, op Thomas. Gaat lekker, man. Gaat lekker, maat. Nou, dit moet toch goed komen nu? Hey, rechte lijn. Oh, ging ik alweer bijna. Die stenen zijn verraderlijk, bro. Maar die kwad is ook helemaal... Feral goat is een wilde geit. Nou, ik vind ze gevaarlijk, bro. Ik werd vol gehoekt door dat beest. Thanks, bro, dat je het even... Zo, Timmerlis weet ik echt niet, hoor. Wat? Een quill? Bro! Kijk nou uit, Jasper. Ja. Oeh, wat is dit voor een mooi gebouw? Mooi, man. Kijk nou, joh. Hij staat nu op 2K-bits, Piepke, die ouwe. Oh. Maar shout-out jou. Ook op alles hun covert hier zo nu. Oké, okay, next. Maar het was wel een goede song voor hierbij. Thanks, bro. Oké. Ik ga eerst naar mijn waypoint, hoor. Dan kan ik die outpost uncoveren. Wij gaan ook wel naar jouw waypoint. Claim. Ik heb nu net ook een outpost gedaan. Oh, goed, man, Piepke. Ik... Piepke, wie de fuck is Piepke, bro? Nou, hier rent weer zo'n geit, hoor. Maar ik blijf echt ver uit de buurt, hoor. Nou, maar die komen niet alleen, hè? Geiten zijn met meer. Ja, daarom, bro. Ik vertrouw niks, bro. Ik laat hem lekker sprinten daar, hoor. Geloof het wel. Een aardig geitje. We komen eraan. Aardig geitje. Oh, dat was ook weer zo goed. Chat, we gingen vandaag voetgolven. Of nee, wat gingen we doen? Boerengolven. We gingen vandaag boerengolf. En toen stond er zo'n omaatje in dat winkeltje. En ik ging naast het omaatje staan. Ik zeg, oh, wat bent u lekkere dingetjes aan het kopen? Zeg ze, ja, dit is een aardig geitje. En toen liet ze het me zien, was de chocoladereep. En daar stonden dan 2 geitjes op. En dat heette een aardig geitje. En toen ging ze heel hard lachen. Toen heb ik gewoon meegelacht. Maar eigenlijk wou ik de hoeken. Oh mijn god, bro. Nou, dat was wel een schattig omaatje. Meest ging er nog mee flirten. Hier, Piepke, voor jou, bro. Wat doet mijn camera weer kut? Ben jij op ons aan het wachten, Knol? Nee, bro. Mijn camera doet helemaal kut. Elke keer als je naar het beeld kijkt, dan gaat hij uit de focus. Die krokodillen kunnen je ook doden. Nou, Lars, met alle respect, daar was ik al een pissie van uitgegaan, hoor. Kan ik je vertellen. Ik ga eerst hier naartoe, hoor, Jasper. Want op 800 meter zit weer zo'n nieuwe... Ja. 12 augustus. Moet je die tower niet even pakken, dat je heel de map ziet? Oh ja, dat is wel handig. Wie kan Italiaans? Ik. Vaffanculo. Betekent je moeder's kut of iets in die richting. Nee, dat is Vaffanculo. Oh. Wij zijn even die toren aan het grijpen hier, Knol. Ja, die heb ik al gehad. Prima, all good. Nou, ik hoop dat hij zo een beetje... Lars, nee, ik ging er al wel vanuit dat als geiten ons zouden worldstarren, dan was ik er... Ik ging er al wel vanuit dat krokodillen ons helemaal zouden scheuren dan. Snap je? Ik vind de muziek van deze game wel goed, Knol. Wat jij? Oh, geef me god. Altijd een soort... Oh mijn god, er is een 14-jarig iemand en die heeft me die 8 euro gegeven voor deze DLC. Echt? Ja. Dries. Thanks, Thomas. Heb je ouders wel gevraagd? Ik hoop het niet. Lachen. Ik hoop echt dat jij zo'n commissie op je dak krijgt, bro. Ga ik echt lachen. Commissie? Ja, zo'n vakbond van allemaal... trieste mensen. Maar dat bestaat niet eens. Met ervan wel. King Lutz voorzitter. Kom maar gaan. Hij is even naar mijn mark op 600 meter. Yo, Jasper. Thanks even dat NL Gaming GB Power.
Check. En dikke baap, dankjewel voor die man. Sorry, ik had het niet gezien, maar ik heb het verkeerde ding. Tim Hofman heeft ook een keer bij voor de voordeur gestaan. We weten hoe dat is gegaan, Knol. Eerlijk? Ja. Dat weet ik nog wel. Maar dat was ook raar, want hij kon gewoon aanbellen en hij liet een guy komen en die deed alsof. Alsof hij een lekke band had of zo, dan moest ik hem helpen. Toen zeiden ze, ha, we hebben hem. Toen dacht ik, hoe bedoel je? Bel gewoon when aan, the sky comes falling down. Okay. The time is running out. We'll be here together. What the fuck, ik ben ineens opgevloept. Ach, gelukkig. The darkest fears. We'll be here together. Here together. Wat zei je allemaal, Knol? Nee, ik weet niet. Ik ben in mijn car flipped of zo, weet ik veel. Maar ik claim hier even dat huisje. Wanneer een pokoe met Roy? Wow, als Roy list ik down, dus maak ik een tune met hem. Zouden jullie ook een keer in het echt willen jagen, vraagt Ruud. Als Ruud nu komt met dat hij een gekke boerderij heeft en dat wij schapen kunnen rachen met een crossbow of zo, ben ik daar niet down voor, bro. Dat is hoerenzielig. Wat hoor ik allemaal? Je zegt het eerst zelf en daarna zeg je wat hoor ik allemaal. Het is alsof je een beetje bipolair bent dat je jezelf hoort praten. Fucking triest, bro. Je gaat toch geen dieren vermoorden in het echt? Nee, ik ben daar ook niet fan van. Fucking zielig. Maar zo'n buidel kangeroe en dan die kangeroe uit die buidel schieten, dat lijkt me nog wel uit vet. Uit die buidel en dan met een honkbalknuppel overslaan met dat karkas, dat lijkt me heel vet. Ja man, dat wou ik net voorstellen. Iedereen in de chat vraagt of ik bipolair ben. Top. Wat doe je volgend zomer? Even naar Australië met de boot, ik hou niet zo van vliegtuigen. Weer lang onderweg ook, ik vertellen. Kun je dan wel komen met de boot? Nee toch? Tuurlijk wel. Echt niet. Hoe zou je... Ja, op zich, hoe is Australië ontdekt dan? Ooit echt zo, bro. Hoe? Milan, echt waar, bro. Trein, soms toch? Maak je me zo kwaad, bro. De trein? Maar hoe bedoel je? Kan je daar komen met de boot, vraagt hij. Man. Je bent dead ass ook, hè? Het is ongelofelijk, bro. Echt. Columbus is erheen gezwommen, bro. Nee, Columbus is van India. Is toch? Bro, deze domheid maakt me echt furieus, maar ik ga niet eens voor je liegen. Ik weet mezelf niet eens een houding te geven. Columbus had India ontdekt, zei hij. Is dat zo? Ja. Dat zei hij. Maar hij was volgens mij verkeerd, want hij zat in Amerika. Daarom heette die Amerikanen toen Indianen. Omdat hij dacht, hey, ik ben in India. Wat gebeurt hier dan? Zie je dit ook, Kaak? Yo, Natas, 1996, dankjewel voor het lid worden 1 maand. Dankjewel. Dit? Bro, what the fuck? Wat? Oh! Hij is weer weg. Hey, goed uitrolde, man. Lekker, bro. Goed, terug. Jullie, je hebt 500 likes op je Mieren Simulator video en in deel 3. Deel 4, toch? Deel 3 is toch die... Maar deel 4. Toch? Maar goed. Volgende week, man. 100%. Als er 500 likes... Ik heb het niet eens gezien, maar als er 500 likes zijn, bro. Let's go. Deel 4 volgende week. Wist je dat Nederland Australië heeft ontdekt in de 17e eeuw? Dat zegt iemand in mijn chat. Ik weet ook niet of het waar is. Bro. Nee, Nederland heeft Nederlands-Indië ontdekt. Nederland... En Curaçao? Ik weet wel dat Nederland New York heeft ontdekt. Ja, maar dat heet New Amsterdam. Amsterdam. Ja, heel ja, goed. Ja. Nederlanders waren in 1606 de eerste Europeanen die in Australië voet aan wal zetten. Ze vestigden zich niet permanent op het zuidelijke continent, maar doopten de landmassa wel Nieuw-Holland. Het waren de Engelsen die tegen het eind van de 18e eeuw begonnen met de kolonisatie van het continent. Als we bro, chat, in Australië, waarom... Chat, ik weet niet of jullie het beseffen, maar wij als Nederlanders... Dit is some crazy shit, bro. Abel Tasman is daarna ook Tasmanië vernoemd, eiland van Australië. Lijp, Tasmanië, dat heb je toch de Tasmaanse... Tasmaanse duivel. Duivel, ja.
Ik dacht echt dat je de Taj Mahal ging zeggen, maar dan was ik echt gereed. Nee, ik zou nooit zoiets doms zeggen. Taj Mahal, what the fuck. Ik kom niet in de buurt. Dan was, had ik gewoon mijn computer uitgelekt. Oh, dit is een uitzicht hier links. Uitzicht? Die helling naar links kijken. Zo! Hé, hey, Jessica! Wow. Maar chat, kijk nou, even achter u. Worden, Jessica. Kijk dit. Dankjewel. Is bekend beter zo, ah, zonder dat hij wazig wordt? Wordt hij nou niet meer wazig? Kijk nou, chat. Ik gebruik een andere engel nu. Wat zieke emotes in de chat. Ziek. Ja, wel, boeien en berg. Wauw, Google afbeeldingen berg. Goed, waar is je waypoint? Bro, laat ons even gewoon ons momentje hebben hier, bro. Waar is jouw waypoint? Ja, gewoon hier langs de kust, bro. Gewoon daar. We moeten daar gewoon heen. Het is gewoon langs de kust. De kust. Je verpest het hele teringmoment, bro. Echt. Ja, ik zat wel in de vibe. Ja, fucking... ik wacht toch al vet lang op jullie. Je gaat al bij dood door een geit. Ik ga gewoon fully senden hier, hoor. Dat is wel... Shit, mijn motor zat in de fik. Mijn squad. Mijn quad. Kut. Oh, ik flip hem. Mijn quad is bijna kapot, man. Mijn quad is bijna kapot. Ik zit te vast. Ik weet niet of dit de players houden. Shit. We moeten... Maar we doen het wel. Bro, vol gas. Yep. Shit. Jongens, komen jullie naar mij? Ja. Ik ben er sneller dan je denkt. Ik heb pech. Oh, what? Jasper, what the fuck? Bro, hoe ben je 300... Waar ben ik? 400, je bent 400 meter verder gevlogen, bro. What? Bro. Hallo? Ik ben neer. Dat zou je niet zeggen. Jasper was defeated by gravity, staat er ook. Oh, nee. Ja, maar kijk, mijn quad. Oh, je staat in de fik? Ja. Moet je met mij achterop? Kan dat? Denk het niet, man. We moeten nog 400 meter, bro. Loop gewoon, kom. Ja, ja, ja. Gewoon hier langs de kust. Oh, dit meen je. Nog gefeliciteerd. Gisteren lukte een dono niet. Gebogen biceps. Ben toch wel weer de beste in dit spel, dat blijkt maar weer. Gebogen biceps. Yo, gebogen biceps terug, yo gaming. Dankjewel voor je 2 euro. En dankjewel voor kan je kan jij wel dichterbij spannen, Jasper, ja toch? Ja, iets. Warman Bas, dankjewel voor het gratis parkeren. Dankjewel voor het lid worden. Wordt gewaardeerd. Jezus, bro. Je bent echt naar Jericho gevlogen ook net. Kan je daar pas... Oh, je hebt die nieuwe outpost nog niet. Nee, misschien kan ik die even pakken. Die hier zo. Ik heb die. Welke? Die heb ik al, Jasper. Ja, maar ik zei kaak, want jij hebt hem al. Wat, hier? Op mijn waypoint nu? Nee, die paarse waypoint. Nee, op mijn waypoint. Oh, dat is voor iedereen een andere kleur, denk ik. Ah. Die rechts van die lookout. Wacht even. Hey. Oh. That's a feral pig. No doubt in the top 3 of the worst invasive species in Australia. They don't just impact a large number of threatened species. Een feral pig heb ik tegen, ben ik op het spoor, jongens. Ja, mooi, maar welke bedoel je nou, Jasper? Rechts van die lookout toren. Vlak onder je. Vlak onder mij? Ja. Wat hier? Bij dat vraagteken. Daar. Ja. That looks like a samba deer. They're pretty rare. Ja, okay. But somehow we can't get rid of them. Moet ik die even voor jou pakken? Voor mij? Voor jezelf. Ja, kan je daarheen teleporteren, nee, toch? Nee, dat kan toch niet universeel? Ik zie dat ding namelijk niet. Nee, heeft hem al wel. Je moet het zelf doen. Gewoon voor jezelf. Als je zelf dead bent, dan kun je daarheen. Oké, okay, dan ga ik daar nu even eerst heen. Want ik zie mezelf alweer doodgaan straks. 600 meter. Is alleen voor jezelf? Ah, oké. Okay. Nou, ik ben die big alweer kwijt, man. Was goed op het spoor, maar ik ben ze kwijt. Oh ja, een tent. Goeie. Je moet zeggen van, we moeten een tent hebben. Dan moeten we die neerzetten, kun je daarheen fast travelen. Een tent? Ja, een tent. Maar hebben we die DLC? Nee. Oh, dat is natuurlijk weer een DLC. Overal moet je voor betalen, bro. Ik ga niet voor een tent betalen in-game, hoor. Dat vind ik echt onzin.
Hoezo niet, bro? Ja, dan moet ik weer iemand... Kan iemand even 6 euro doneren voor een tent in-game? En dan de ouders vragen of dat bro. Mag? Het is een grap, dit is een grap, haha. Iedereen, dit is een grap, haha. Dit is niet echt, haha. Het zijn hier krokodillen. Saltwaterkrokodil. Heel agressief is die, jongens. Be careful with this one, mate. Zegt hij. Bro, heeft hij... Bro, ik weet niet zo goed wat ik tegen je moet zeggen, bro. Nee? Ik zou zeggen... Bro. Eet je eigen sokkel. Bro, er is een guy... Ik weet niet... Er is gewoon een anonieme dude... Is echt bedragen aan het overmaken hier, bro. En ik heb gewoon geen idee wie het is. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik zie krokodil! Ja, bro, wacht nou even met krokodillen schieten, bro. Bewaar het moment nou even met z'n drieën. Ik wacht op jullie. Ik hou hem gewoon in de smiezen. Hij zegt altijd dat oh. Legend. Oh, kijk hoe groot, bro. Er is maar één ding zo groot en dat was niet zo lang geleden dik. Dat ik hem zag. Oh. Oké, kom maar aan, knol, wacht. Ik ben even dit, Maar, ja, mijn fucking kwad staat in de fik, bro. Fuck, man. De terrein is heel ruig. Ja, het is heel ruig terrein. Hoe kom ik, waarom is mijn shit... Ik ga ervan liggen. Ja, dankjewel. What the... Is die? Oh mijn god, ik ben hem kwijt. Kut. Ik ben hem kwijt. Zo duikt hij in één keer achter mij op. Nee, daar, ik heb hem. Oh, ik heb er eentje gevonden die aan het slapen is, boys. Dit is perfect. Ik kom eraan. Kom precies naar mijn locatie, want anders maken jullie hem wakker misschien. Oh mijn god. Oh, dit is zo spannend. Ik zit echt 60 meter verwijderd van zo'n krokodil. Kijkt hij nou naar mij? Dit meen je niet. Hij komt op mij af! Ren dan, bro! Ik ren nu! Ik kom eraan. Ik weet het niet. Ik twijfel. Ik kom eraan. Ik ben onderweg, maat. Hou even vol. 300 meter. Ik zie hem niet meer. Ik kom eraan. Ja. Milan is koud lief dat hij dit moment voor ons bewaart, bro. Ik kom. Oké. Moet ik afstappen alvast? Wat denk nee, jij? Nee, hoeft niet. Nee, je kan letterlijk naar mij toe rijden en dan afstappen. Dat is goed. Ik heb een resting place ontdekt namelijk. Precies op mijn marker. Op mijn marker zit een resting place. Ik weet alleen of je die ziet. Even wachten op Jasper. What the fuck? Ben er bijna. Deze alert is echt kut.
Sorry, dat vind ik wel grappig. Als hij zijn bek open doet, dan ruikt hij. Oh, goede tip, goede tip. Hoor je dat, Kaak? Wacht even. Dat is een goede tip, man. Als hij zijn bek open doet, dan ruikt hij. Er komt Jasper aan. Lekker bezig, Jasper. Wat een tocht. Je bent een beetje dik, Jasper. Lijkt wel. Een buikje heb. Zo. Je weet het al. Ik zeg zo vaak van, noem je me nou dik en nu doe je het gewoon echt. Maar waar zie jij die krokodil, bro? Oké, kom. Ik was veel dichterbij. Ik ging wegrennen. Je kan gewoon lopen en op een gegeven moment hoor je een warning call en dan moet je even door je knietjes gaan. Oké. Okay. Dat is net zoals met vrouwen. Oké. Okay. Wat? Laat maar. Saltwater crocodile. Ja, dat is die, hè? Ja. Kijk, hier ergens. Hier ergens zijn ze, man. Be careful with this one, zegt hij. Ja, deze is eng, hoor. En waar moeten we deze raken dan? Ja, ik denk overal, bro. Oké. Ik weet niet of je wel eens van die filmpjes hebt gekeken. Dat er zo'n zielig zebraatje zo dat water in loopt. En ja, wat die krokodillen dan doen met dat zielige zebraatje. Een krokodil is toch gewoon één panzer? Dus... Fuck, man. Hè? Ik zie ze niet meer. Huh. Zijn weg. Ze zijn weg, lijkt wel. Ik zag echt drie was, zitten hier. Was het hier. Hier aan de overkant? Ja, in noordoost. Is de diep? Ja. Noordoost-noord. Wat de ben jij nou weer aan het doen? Oké, ik zie hier voetstappen liggen, man. Ik voel me net een beetje Steve Irwin, man. Location, rest zone. Dit is ook een rest zone, dit. Ja, warning call. Oh, dat is een goose. Mm. Ik heb een goose daar gezien. Dat is een magpie goose. Ja, heel veel goose. Drie goose. Dat is species you can find in Australia. Die willen we niet, hè? Between a dinosaur, a bird, and a goose. They're the only surviving species of their family. Oké, boeien gast. Dat is een fucking saaie vogel. Nee, ik wil echt voor een krokodil gaan. Ja, tuurlijk. Wow, een of andere Joza in mijn chat. Geld geven aan iemand die 10k per maand verdient aan subs. Bro, luister dan. De hele buurt geeft ook nog steeds penis aan je zus, bro. Terwijl die ook ontvangt. Echt massaal. Dus ik weet niet wat je punt is. Dat vind ik op zich wel een goed punt, ja. Clapback season, gast. Nee. Waarom zag ik net drie krokodillen en nu nul? Ja, maar misschien zijn ze onder water, bro. Je wacht even, koosjes? Ik had spot animal. Hier. Waar? Daar. Ik heb gespot, recht voor me. Tussen Noord en East. Tank toe groot! Tussen Noord en East. Hoe ver weg? Ja, ik tag hem, maar het lukt niet. Hij is helemaal aan de overkant daar, ook. Oh. Tussen Noord en East. Oh, daar. Ja. Fucking ver. Zo! Het is echt een big motherfucker. Hij is aan het slapen. Ja, ik weet het. Hij is groot. Hij is calm, resting. Oké, laten we die pakken. Het is echt een joekel. Maar we moeten dan naar de overkant of zo? Wat is... Ja, bro. Zie je hem als ik hem tag? Ja. Moeten via links lopen. Dus misschien komen we dan betere tegen die dichterbij zijn. Ja, warning call. Saltwater krokodil fleeing. Oh, hier weg van ons. Close. Oh, wacht, 30 meter. 3, 2, nee, wacht. Hij zwemt. Volg hem! Schiet! Schiet! Kletter!
Bro, what the fuck? Ik kwam ineens twee uit het water, bro. Oh mijn god, bro. Voor wat? Oh mijn god. Ze wouden lunchen. No organs hit. Fuck. Oh. Oh mijn god, bro. Ik ben legit. Ik schrok me legit. De er is er één dood. Hij duift omhoog. Kijk, dat heeft hij. Nee. Hij is voor ons. Ja, hij is dood. Oh, ja. Hij is dood. Wacht, tot 9-9 zit het chillen. Ja, durf jij erin of niet? Ik ga er niet in, bro. Ga jij maar. Ga jij maar. Ik ga ook wel. Jasper, ga. Kijk, kom op Jasper. Ik kan niet verder. Hij drijft hierheen. Hij drijft hierheen. Ja, hij komt hierheen. Ja, oké, top. Oké. Kom, maak geluid. Oké, ik ga wel. Sure? Ja. Ik heb wel alles gedaan, hè, hier. Maar niet. Zo, ik ga deze wel even... Dexterdice daar. Lekker, man. Hoppa. Saltwater crocodile. Zo, ziek. 600 kilo, hè? Schoon aan de haak. Ja, ziek. Echt goed gedaan. We krijgen wel een tip. Krokodillen rennen rond de 35 kilometer per uur. Ja, zo snel rennen wij echt niet, hoor, in game. Ik stellen. Nee, alleen op die quad gaan we dit zo hard. Bro, één in de chat is je de tyfus schrok, ouwe. Want ik, bro, ik kreeg legit even dat gevoel in mijn buik gewoon. Toen ik die twee krokodillen uit het water zag komen, bro. Was zo kreeg vet. Je niet even dat gevoel in je buik? Nou, ik zag het op jullie afkomen, dus ik was aan het genieten. Oh, jij was weer aan het genieten, natuurlijk. Ik had vol jullie en dan ik zag twee krokodillen eruit komen op jullie af. Ik denk, dit is fantastisch. Dit wordt hem. Dit is shot van de eeuw. En ik ging ook niet schieten, want ik dacht dat leidt misschien Jezus, af. Jezus, bro. Maar ik had nog een sight op mijn gun, dus het was gewoon... Ik had ook niet die gun vast die, zeg maar... Ik ben wel blij dat we die professionele guns hebben gehaald, toch, bro? Anders waren we hier alle drie opgegeten, kan ik je vertellen. Ja, ik heb pijl en boog nog steeds. Ja, echt? Sta jij krokodillen met pijl... Milan was knocked out? What the fuck? Wat hè? Wat? Ik kan niet zwemmen. Honk. Hoe komen we hier dan naar de overkant? Ja, weer omlopen. Oké. Okay. Het is heel gek dit. Sommige dingen kan je staan, sommige niet. Misschien zo? Ja, hier kan je staan. Moet je zeker de boot DLC voor hebben, zegt iemand in de chat. Wat kap hoor. Ja, deze game heeft voor alles een DLC, maar ook... Bro, echt, bro. Je moet letterlijk betalen om je reet te kunnen afvegen in deze game, bro. Moet je een reetveeg DLC hebben voor 5 euro. Even de binoculars. Ik ga even langs de kust lopen een beetje. Dat krijgen we als tip ook. Ik weet niet, ik weet ook niet wie dit zei, bro. Maar ik had dus niet eens... Ik dacht dus dat Drybone Plateau... Dat de hele map was. Maar de map gaat zeg maar helemaal naar boven ook nog. Ja, hij is echt heel groot. Ja. Hoe stuur je hypechats? Doe dat alsjeblieft niet, bro. Want echt fucking veel geld van die hypechats gaat naar Twitch. Doe dan uit op teken dono alsjeblieft. Oh, dat herken ik niet. Dat er heel veel geld naar een platform gaat. Heb jij niet dat als ze bij jou zo'n superchat doen op YouTube... Dat er niet een deel naar YouTube gaat? 70-30. Ja, dat is ook bij die hype chats van Twitch zo, 70-30. Maar je geeft alsnog 30. Wacht. Zal ik maar even zo'n duckie knallen? Wil je zo'n duck schieten, ja? Ja, even al maar eentje. Wat aan de overkant daar? Ja. Stel jij doneert mij of Milan 10 euro via superchat of hype chat. Dan krijgen wij 7 euro. En 3 euro gaat er gewoon naar het platform. En als je uit op teken dono doet, krijgen we bijna alles. Oké, welke pakken jullie dan? Ik pak wel de meest rechter. Oké, de meest rechter. Ik pak wel ergens eentje in het midden. En jij, Knol? Wacht even. Ik moet eerst even... Goed, ik ga er wel bij liggen, man. Dan kan je beter... Ik ga ook liggen, inderdaad. Oké. Okay. Zijn jullie ready? Ik pak die meest rechts. Oké, okay, ik pak meest net, links. Maar... Ik pak meest links. Nee, niet meest rechts. Ik pak wel midden. Eentje daarnaast. Oké, okay, okay. Ja. 3, 2. Ik kan niet schieten omdat Milan ervoor... Ja, prima. Milan heeft een kill. Ja. Lekker, bro! Ik heb een kill.
Ja, bro, ik was net out of breath, bro. Jij telde heel goed af, 3. Ja, ik telde ook heel 2. Goed af, maar. Ik was out of breath, gewoon. Ik was buiten adem, dus ik kon niet. Met pijlenboog doe je geen damage aan een krokodil? Met wat? Aan de bovenkant. Oh. Drijft hij jou? Kijk hem drijven. Arme eend, kijk dit. Zielig. Ja, waar gaat hij heen? Hij moet wel naar mij toe, ik moet hem even kunnen harvesten. Hij drijft daar in het midden van de lake gewoon. Kom hierheen. Waar drijft hij heen dan, dat ding? Eendenborst vanavond al? Ja, was maar. Nou, misschien drijft hij naar de plek waar ik net stond. Maar in de normale situatie zou die krokodil hem natuurlijk nu opeten, toch? Die zwemt daaronder en die hapt hem weg, toch? Zou je zeggen? Ja. Fleeing noise. Krokodil. 13 meter! Voor mijn neus, voor mijn neus, voor mijn neus, voor mijn neus, voor mijn neus! Oh, ik zie hem daar! Oh! Lekker hit! Lekker hoor! Vol. Lekker man! Hij is neer. Lekker man! Let's go! Het krokodillen gaan niet halen, bro. Heel mooi. Krokodillen achter de voorpoten schieten? Nou, geloof mij, deze krokodil is overal geraakt. Hey, hier is mijn vogel. Nice, hij komt echt naar me toe ook. Ja, ik denk dat je kan niet in water, toch? Die mechanic is gewoon dat de beest naar je toe drijven dan. Wat een schot, hè? In zijn linker long, hier. Ja, je hebt echt goed Dat was een goede aim, zeg. 160 meter. Zo, Jasper, je hebt hem goed geraakt, hoor. Je bent 1 schot in zijn nek gewoon. 95% was het 1 schot. Oeh. We worden hier goed in, boys. Ja, we worden echt goed hierin. Ja, we worden hier echt goed in, man. Zo, je hebt hem echt... Kijk dan, in zijn onderkaak, bro. Oeh. Is dat die daar drijft? Kijk, hij is echt verkracht daarna, bro. Ja. Jij mag hem doen. Nee, niet uit! Oh. Nee, oh! Oh shit. Waarom zei ik, is dat die daar drijft? Oh. Ja, nou zijn we fucked. Dan kunnen we die niet meer pakken. Fuck. Maar dat is echt heel veel doek, hoor. Hij komt wel terug. Ik zet heel veel mijn bordje beneden. Wacht. Ja, daar komt-ie. Kom weer een gans of zo. Wat voor dier heb je hier nog meer? Ik heb geen flauw idee. Wat hebben we nu gezien? Een geit, een kangaroo, een krokodil, een eend? Ja, voor mij kan je dat zien hier. Codex of zo, toch? En dan Emerald, Regions. Nee, kan je niet zien. Oh, hier wildlife. Oh, dat is alles bij elkaar. Geen idee. Kan je erbij? Ja, echt net. Oh. Nice. 3 cash ook. Nice. Goed geraakt. De rest van de map heb je heel veel deers. Oh. Boring. Dus eigenlijk heb je gewoon 8 euro betaald voor 2 dieren. Ja, want je wilt natuurlijk de grootste hebben. Ja, tuurlijk. Ben ik weer? Oh, jullie hebben mij niet eens beschermd, hè? Besef? Nee, maar we weten dat jij raad weet met je eigen. Jij popt alles, joh, wat je ziet. Dan roep je heel hard 99 in de chat. Mijn muis is op dit moment echt aan de andere kant van mijn fucking bureau. Wat zijn jullie aan het doen ook? Goed. Ja, we hebben alle krokodillen al gehad, toch? Of willen we er meer? Ja, zijn er nog meer dieren?
Nee, dat hebben we net ook al gecheckt. Alleen krokodillen en geit. Maar moet de geit nog killen, bro? Geit moeten we nog killen. Ah, laten we die geit... Maar, kangoeroes hebben we gehad. Die vogel hebben we gehad. We hebben krokodil gekild. Nu alleen nog een geit. Ja. Wat is dat? Ik hoor iets. Een walvis. Warning call. Walvis. Ja, zo klonk het toch. Ik zie hem daar, ik zie hem daar. Wacht, ik spot hem. Oh, hij gaat op de loop. Hier. 130. Oh, daar. Ja, Don Karelijn. Stop. Hij is al dood, denk ik, hoor. Ja, zeker? Nog eentje. Jawel. Ja, een beetje naar rechts. Ja, je ziet hem rennen. Twee of drie. Tussen west en noord. Eentje rent nu naar zijn lichaam toe. Dat is een vrouwtje of zo, ik weet het niet. Oh, daar gaat hij. Oh, ja. Daar gaan ze. Oh ja. Alle twee? Ja. Oh ja, fucking veel, bro. Maar de ene ligt dood, hoor, Daro. Ja, nu weten we dat ze in deze plas zitten. Kijk nou uit, jongen. Australische binnenlandse walvis, bro. Jasper is ook. Ja, Rachel is een gast, zie ik. Oké, ja, hier is voor ons er binnen. Bro, ze zitten allemaal hier in het kleine stukje water, hè, knokken nou uit. Eentje is dood, hè? Ja, eentje is dood, maar hij heeft nog fucking veel matties ook. Ja, wij ook. Ik heb ook twee matties. Ja, ik hoor je. Maar jij, Bo, alsof jij ons gaat helpen met je pijlenboog, bro. Ik heb inmiddels geen pijlenboog meer. Kijk dan, hier, Kaak 100%. Milan, Flash, 0%. Oké. Had ik hem, het eerste schot is al dood. Ja, instant. Ja, daar moeten we gewoon kalm doen, bro. Wil jij hem even confirmen of moet ik dat even... Oh, je kan wel even checken. Nee, ik doe dat dan. Ja, ik heb goed gedaan. Ik denk dat we dan even met de wakkie weer moeten. En dat we dan even op zoek moeten naar een geit. Wat denk jij? We kunnen ook bandtanks killen of zo, zegt iemand. Bandtank? Bandtank? Weet ik het. Stop nog weer. Hey, dankjewel Yveske voor de felicitatie. Ik heb nog geen dinosaurus gezien, hidden. Nee. Wel die goose. Die stamt af van de dinosaurus. Maar goed. Nou, zal ik eens even kijken wat er allemaal voor dieren hierin zitten? Ja, doe even. Hoe kan ik dat zien? Even kijken hier. Een goose, een banteng. Ja, banteng, dat zeg ik net. Een new great one. Wat is een great one? Ik denk die krokodil. Nee, toch. Great one. Oh, die zijn extremely rare. 1% van de animals, diamond rating, whatever. Oké, boeien. Het enige die we nog eens moeten hebben is een geit. En een banteng. Ik zal even checken wat een banteng is. Klinkt als een soort van rapper of zo. Nou, wat dit voor dier is, dat weet ik niet hoor. Die is niet 100, deze. Wat is dit dan, gast? Dit is een banteng. Het lijkt op een koe die met een buffel heeft gebald, maar is vergeten om kleur toe te voegen of zo. Dat is een banteng. Ik weet precies waar ik voor moet zoeken nu. Ja, het is echt heel raar hoe die eruit ziet. Wat dan? Maar waar vinden we die bantangs? Banteng. Bantangs? Wat zit hier links aan? Is dat van Outpost of is dat zo'n kutschuurtje? Dan zie je een schuur. Banteng is een soort grote koe. Oh, hier. Oké, waar vinden we die? Ja, dat zei ik net. Het is een soort koe die seks heeft gehad met een buffel en is vergeten kleur toe te voegen of zo. Ja, maar die moeten we dan nog doden. 100? Ja, maar waar vind je die? Ik ook niet. Heb je geen apen of zo? Ja, niet op deze map. Dit is Australië. Wacht, ik heb een nerd in de chat die dat weet. Niels, kom even. Waar is de banteng? Waar in de map moeten we zijn voor die banteng? Love it. Hier, een deer. Een deer? Ja. Waar? Voetstappen van een deer. Hier zo. Ja, maar hoeveel deers hebben we al gekild? Ja, dat is. Hokdeer. Oh, wat? Rare. Hij zegt... Hawk deer originates Southeast Asia. They're like ninjas.
Die zijn dus heel rare of zo, blijkbaar. Hier een sambar. Weer een ander dier. Ja, sambar. Oh, nee, dat was een stofje. Ik heb ook een sambar bij de tv. Oh, Red Fox. Hier, voor onze neus. Fleeing. Waar rent hij? Waar? Oh. Waar? Oh. Oh, daar. Zo, dat is een hertgast. Sambar. Schiet hem. Ik heb hem geraakt. Oh. Hij is gewond. Hij gaat vallen. Ja? Sowieso. Ja. Hij liep gewond. Oké. Okay. Geen idee. Ik miste net aan, bro. Pechloos. Ik hoop het in ieder geval. Maar hij liep daar naar Mank. Hmm. Ruby Coast zijn meestal bantangs. Fuck, is de Ruby Coast, bro. Is dat dit? Ruby Coast. Mangrove Coast. Dit is dan de Ruby Coast, of wat? Dit. Ja, ik zou zeggen dit. Ik denk dat het gebied noord van ons nu zijn. Ja, moeten we naar noorden toe? Dan moeten we even spawnpointje en dan... Ja, we hebben geen bakkies ook, hè? Nee, dan moeten we terug trillen. Naar de span. Even kijken of dit beest dood is, hè? Noord van jullie. Ja, we moeten hierheen, Knol, waar ik mijn waypoint heb gezet. Zullen we even terug naar span lopen dan? Lopen? Of fast travel even terug. Ja, Eddie, maar we hadden 1500 gift een tijdje. Waar ben je heen getapeet dan? Ik, Gewoon naar fast travel naar die... Dichtbij. Kijk hem liggen, hou. Hier. Hoe kan je hierheen? Ik ben daar helemaal niet heen. Ik ben daar helemaal niet... Oh, daar ben ik helemaal niet geweest. Ik ben naar die lookout point geweest, maar niet naar die plaats. Kutzooi. Ja. Nou, dan kan ik beter even lopen dan. Okay, ja, ik wacht hier wel even. Zover is het. Ga ik ook even pissen. Ja, goede tip, Jappie. Voor die grotere dieren. Ik weet dat qua gun. Maar weet je, in die end, hun kill het wel best. Het zijn wel allemaal 4x4's, hè? Het zijn... Ik raak de hele tijd in de war met al die guns en die kogels en al die dingen. Weet ik het allemaal. Ik ben gewoon aan het schieten, joh. Staat een trampoline midden in de wildernis? Ik weet het echt niet. Je moet wachten in je vrije tijd. Ik schiet gewoon. Nee, Eddie. Scared 1000 animals. Scarecrow. Nou, dat is echt een hele mooie achievement om te hebben, hoor. Maar er zit daar geen outpost, of wel? We moeten gewoon eerst hierheen. Ik ga heel even pissen. Hier back. Same. Wat is ook alweer autorun? Punt, komma. Nee, dat is in Icarus, bro. Oh. Dan geen. Jawel, iets van kapslok of zo, toch? Nee. En een kapstok of sprint of niet? Ik weet niet meer wat het was. Thanks voor de tips, Jappie, maar ik schiet wel gewoon, joh, weet ik het. Oh, je hebt ook nog een Rusa. Ja, van Rusa. Ook een soort van dier of zo, weet ik het. Milan, ik ben verbannen uit de chat van Don. Ja, dan ben je waarschijnlijk 14, dus je bent welkom hier bij mij. Oh, je bent er al bijna. Hé, hey, ik zie hier een dood dier liggen. What the fuck? Ik zie ineens een dood dier liggen. Nee, is dat die deer? Ja, ik denk het wel, die jullie hebben geknald net. Oh, mijn god. Ja, hier, ik heb hem. Echt? Wat een toeval. Hier, Jasper, 100%. Flash. Dit meen je? Ja, vriend. Oh, je hebt toch gewoon goed gekild. Alleen, geen enkele orgaan geraakt, maar toch doodgebloed. Kogel zat er nog in. Sick. Lekker, man. Ik weet niet wat het was. Oh, sambar was het. Oh, hier gaat er eentje. Nou, die kan ik nog niet meer killen. Ja. Hey, ik vond dat dier die Jasper net had gekild. Ja, ik hoorde het. Oh, je hebt wireless, hè?
Ik heb wireless vast. Oké, waar gaan we heen? Alvast naar die waypoint. Maar jij moet eerst nog hierheen lopen, hè? Ik verwacht dat Milan. Ja, ik ben er bijna. Hey, deze map is lijkt wel dat hij twee keer zo groot is als de originele überhaupt. Of vergis ik me gewoon? Ja, hij is ook vooral ruig. Hij is niet makkelijk bewandelbaar. Yo Mike, what's up? Yo Percho, ben sinds gisteren geabonneerd. Yo, welkom man. Welkom, welkom. Hidden, ben je jarig zaterdag? Nou, alvast gefeliciteerd, ouwe. Ik wil niet ouder worden. Nee, het is een mentale kwestie. Het is alleen maar het cijfertje op je identiteitskaart, joh. Ja, joh. Ja, we kunnen verschillende maps doen, chat, sowieso. Is er geen John Deere DLC? Nee, man. Ja, rustig aan zijn. Tot volgende week dinsdag 7:30. Zie je dan. Gezellig. Ik ben er bijna, boys. 250 meter. Wat een pok eind. Wel of ik sneller ga als ik spring. 100 meter nog, die knol. Ja, we hebben al een krokodil gekillt, Loops. Oh, deze stream is een great success, hoor. If you ask me. Ik ben een stubbel kwaal tegengekomen. Check even je app, Pimbo. Het is een vogel. Milanus Knolus. Lekker, man. Ik weet niet waarom, maar thanks. Goedenavond Milan, hoe was je verjaardag? Hey Stefan, dankjewel man. Nee, kijk, verjaardag was goeie. Was hele goeie, was echt leuk, was gezellig. Dankjewel voor je donatie bro. Dankjewel voor je verlaten verjaardagscadeautje nog. Dankjewel. Nee, was leuk. Ik heb een chille verjaardag gehad. Oké, ik ben daar. Ik ga het nu even activeren, even claimen. Wat raar dat ik naar de verkeerde liep dan. Ik was echt overtuigd dat ik de goede had. Bang. Prachtig, wauw. Waar is die garage ding? Oh, dat is daar. Garage... Yo, Rohan, thanks. Oké. Klaar voor knol? Ja, zeker hoor. Eens kijken, joh. Hier, bam. Oké, zie je mijn waypoint? 3 kilometer? Daar gaan we, daar moeten we heen. Oké. Dat is zeg maar dat nieuwe gebied. Maar vanaf daar kunnen we ook even kijken waar daar die safe ding zit. Toch? Ja, oh, ik zie mijn ook in beeld. Wacht, even weghalen. Ja, vanaf daar kun je... En dan vanzelf kom je daar tegen waar die zit. De nieuwe spawn bedoel je? Ja. Boah, stel je voor je hebt deze dingen niet en je wil de hele map discoveren, maar dan ben je toch echt... Dat is een boom, bro. Ben je echt een maan bezig? Ja, dan ben je toch van de ene kant naar de andere, maar ben je 6 uur aan het lopen gewoon. Ze verplichten je bijna wel om die 7 euro uit te geven. Kut. Kut. Waarom is jullie quad stage 1 getuned ofzo? What the fuck? Ja, connecties, oh bro. Oh mijn god, bro. Jezus. Nou, ik moet hier echt geen klappen maken, hoor, want dan is het klaar. Het is wel een beetje een ruig gebied inderdaad, wat je zei, Jasper. Ja. Jezus, bro. Ja, ik kom hier gewoon niet op. Ik ga... Maar als je op M drukt, dan zie je ook al die lijnen van die berg, zeg maar. Dus we kunnen beter onderlangs gaan. Ja, ik ga echt onderlangs. Oh, zo. Oh ja. Ja, de hoogtelijnen, weet je wel. 15 meter. Ja, dat is het beste, man. Dat is het beste. Volgens mij heb je bits gemist, vrienden. Oh! Voor me, die dikke koeien! Voor me! Echt? Daar ben je? Ja, hele dikke koeien, ja. Tierzo, ik zie ze, ik zie ze. Kijk je. Oh, je komt ze tegen. Oh. Kom op, kom op. Pop ze!
Stop ze! Nou, ja, dat is één dood. Kijk uit! Wie is er dichtbij, bro? Ah, wat? Ja, domme jong. Hoezo domme jong? Ja, ze waren bij mij nog echt 2 meter afstand. Mag ik even in de chat van Milan? Ze waren 2 meter afstand. Hoe kan hij mij raken? Wat de... Ik heb weer de kill. Ik wil deze alleen maar in mijn token. Bro, hoe raakt hij mij? Ja, bro. Hij redt letterlijk op je af, bro. Mijn beeld was een 2 meter afstand. Minimaaltjes. Oh, achter ons. Hier, Pim. Zo'n hert. Oh, ja, zo. Eén ja. Schot. Die viel wat vies neer. Kom op. Wat een gekut, man. Hé, dat blame ik onder lag, man. Hoezo? Ik ben host en dan dit. Beste sniper van fucking Nederland. Wat een schot weer. Je zag dit, hè? Ja. Je zag dit, hè? Mhm. Weapon score 50, 100% schot, bro. Kut. Ja man, we gaan dit hert opslaan nou. Oké, daar ben ik. Wat, dat was echt raar man. Ik had echt niet door dat ik gehit werd. Maar moeten we nu... Ik wil sowieso nog wel even naar het andere ik gebied hoor. Kwad. Oh, thanks hoor. Milan, stop. Waar moet je altijd kutten bro? Stop. Hoezo? Ik ben gewoon hier. Ik help je. Ik help je letterlijk. Oké. Dit was een bangtank, toch? Banteng. Dit was een bangtank, toch? Ja, ja. Dit was hem. Ja. Ah, we gaan alsnog naar die outpost, ja. Fuck it. Maar de rijder alsnog even heen. Hoe heb je hier je licht aan gedaan? Welke knop is dat? L. Oh, de L. Ja. L? Zo. Oh, vet. Je bent aan het laggen, man. Zo. Zo. Ik lag niet, hoor. Dat ben jij. Oh, nou dan lag ik. Oh, what the fuck? Oh, fox! Een fox, ik zie hem. Wacht. Ik rij hem achteraan. Oh, nou, ik heb hem dood. Heb ik hem? Ja, je hebt hem! Oh. Wow, dat was een goed schot, zeg. Ik kan je echt vertellen dat dit mijn kill is, hoor. Nee. Wedden? Oké. Okay. Kaak, nee. 100%. Zak maar, dek. Achter ons. Nog één. Deze zit al voorbij. Was dat raak? Kom op. Kut. Inspect. X-review. Bro, je hebt hem niet eens geraakt, bro. Ja, bro, deze wel die hier ligt. Mooi, hoor. Heel mooi. Deze ook, bro, we hebben alle dieren gekild, bro, in dit ding. Wat is buffer? Hoeveel score had jouw Fox in de staart. Oh, kijk daar! Noordwest! Oh, ja. Daar. Waar is mijn wapen? Wat, mijn poppetje is bukt. Mijn hand schiet! Kijk, wil je eens naar mij kijken? Ja? Heb ik een wapen vast? Ja, je hebt een wapen vast, hè? Op mijn beeld niet. Maar hoezo gaan die dood? Wat de... Ja, nu wel. Hij is dood. Ze zijn alle twee dood. Waar heb ik deze vos geschoten dan? Ah. X-review. Kijk, deze was gewoon in zijn long. Kijk, je moet even kapslok doen, man. Dan ren je. Ja, maar bro, je moet gewoon... We spelen toch een rustig gamepje, bro? Rustig gamepje? Ik heb nog nooit zoveel stress gehad. Ik ben overlopen door een banteng. Ja, maar je stond gewoon dichtbij, bro. Dat moet je met geen enkel wild dier is moet je dat niet doen. Op mijn beeld. Het is de game zijn fout. Milan, 0% flash. Bro, kan jij iets of niet? Ik had geen gun vast. Ik schoot met mijn vinger. Ik schoot letterlijk met mijn vinger. Oh shit. Oh nee. Wat heb je gedaan?
Ja. Wat heb je gedaan? Niks. Welke kleur is jullie kwad? Zwart. Oh. Jasper, it's not looking good, bruv. Dit is echt wel kut, hè? Oh nee, is het jouw Jasper? Oh, piss hem uit, Jasper! Piss hem uit! Piss hem uit! Sorry, ik reed er één keer tegenaan. En toen ineens gebeurde dit, bro. Ziek triest. Sorry. Oprecht? Sorry, man. Ja, sorry. Maar je bent wel vlakbij Span. Hey. Hey. Ja, werkt dat? Terug. Ja, dat weet ik dus niet. Kijken. Nee, werkt niet. Ga er eens af. Echt realistisch, man. Jij rijdt één tikje tegen mijn quad en hij is kapot en... Ja, raar. Hey, fijne avond, Margotje. Rustig aan, Margotje. Margotje. Chat, ik ben er trouwens morgenavond niet, man. Ben jij er morgenavond, Knol? Nee, man. Maandag, dinsdag, woensdag. Nee, dinsdag, woensdag, donderdag, man. Oké, ik ben er morgenavond niet, chat, want ik ben druk. Ik ben letterlijk druk, bro. Ik moet weg. Thanks voor het ik ben hier thuis. Zaterdag ben ik er wel, in plaats van vrijdag. Zaterdag 4 uur, chat. World Series of Warzone Watch Party. Zaterdag om 4 uur. Volgende week zijn Milan en ik er ook op donderdag, maar dan met PD3. Samen met Jasper ook, met z'n drieën. PD3 gaan we doen inderdaad volgende week. Oh, ja, dus volgende week. Ja, dus we gaan volgende week niet jagen. Oh ja, had ik nog niet gezegd tegen Jasper, Kaak. Oh. Yo, Jasper, volgende week PD3, gast. Ja, is goed, man. Ja. Milan en ik krijgen hoeren veel betaald voor die stream, jij niet. Ja. Nou, zullen we hier afronden, boys? Of willen jullie nog... Ja, we hebben alles gekild. We hebben alles gekild, ja. Ja, dus we zijn op zich ready, dacht ik, of niet? Ja, toch? Nou, sluit jij die video van jou af? Ga ik hem ook aftoppen en dan ga ik even lekker douchen. Ja, is cool, man. Joey de Koele Banaan zegt, shout-out naar mijn hele klas en mijn moeder. Joey de Koele Banaan, shout-out naar je moeder, man. Je weet wel. Ja. Bedankt voor het kijken allemaal. Rustig aan, boys. Ja, rustig aan, Milan. Was gezellig. Jasper was ook weer gezellig. Yo. Was gezellig. We spreken elkaar de volgende keer weer. Sowieso. En hou jullie tijd, boys. We zien elkaar donderdag weer. Tot volgende week. Oké, groetjes. Yo. Thanks voor het kijken naar deze YouTube-video. Vet. Goed, dat was de YouTube-video. Maar we zijn nog live natuurlijk. Dames en heren, zijn jullie nog in de chat? Gooi even een 1 in de chat als je het een leuke stream vond. Nu al einde. Ja, ik stream 2 uurtjes. Nu is het 1,5, denk ik. Ja, nu is het 1,5. Soms wat langer, soms wat korter. Maar ik heb het heel heet in het pak. Gooi even 1 in de chat als je nog leeft. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze stream. Ik vond het onwijs gezellig. Volgende week, dinsdag, 7:30, ben ik weer aanwezig met een nieuwe livestream. En hoop ik jullie weer te zien. Volgende week dinsdag 7:30. Woensdag 7:30. En donderdag 7:30. Ik zie jullie dan. Milan out. Waar is mijn ding? Milan out. Yeah. Later boys and girls. Dankjewel voor jullie support vanavond. Doei.